De reddingsbrigade in Echt organiseerde afgelopen weekend het jaarlijkse Baywatch evenement op Hommelheide in Susteren. In totaal 190 sporters uit 3 verschillende lijnen hebben metgedaan aan dit spectaculaire weekend. Als Veer aan Baywatch denken, dan komt ze toch al snel uit bij de gelijknamige serie. Maar voor de reddingsbrigade in Echt is dit een serieuze krachtmeting met deelnemers uit de hele regio. Want behalve de 3 Limburgse verenigingen uit Echt, Nederweert en Heidse waren er deelnemers afkomstig uit Amersfoort, Delft, Vlissingen en Os. En ook waren er teams uit België en Duitsland aanwezig. De onderdelen zijn heel divers, maar hebben allemaal met reactiesnelheid en uithalingsvermogen te maken. 2 niet te missen competenties die levensreddend kunnen zijn, want een drenkeling aan de kant krijgen, dat is voor deze mensen een echte sport. En gaat waar ze niet duk genoeg kunnen oefenen. We hebben wedstrijden in Noordwijk en dan moeten we daar naartoe rijden of naar Dordrecht. En dan is het gewoon vroeg. En de boete hebben we dan nog wedstrijd in Boeteland. En dan gaan we bijvoorbeeld naar Belcher en dan is om 6 uur opstaan. De auto in en dan hebben we die hele dag een wedstrijd. Ja, daarvoor moeten we natuurlijk ook heel erg veel trainen. We hebben bij de reddingsbrigade maar 2 oor. Daarom gaan de meeste zwemmers nog andere trainingsoren zoeken bij KNZB-clubs. Dus het is vaak ook lastig met chipperen tussen 2 verenigingen. KNZB-club en de reddingsbrigade. Met veel wedstrijden wat samenvalt. Maar we moeten wel die trainingsoren hebben om goed met te kunnen gaan. Je merkt het vaak, dan heb je bijvoorbeeld vrienden bij ons in Durp en dan zeggen ze van eigen is met op stap. Ja, zo willen, maar je hebt de dag erop gewoon een wedstrijd. Dus ja, dan is het toch keuzes maken. En dan blijf je toes, op tijd naar bed en dan gaan we weer. We zijn hier met een hele grote groep sporters zijn we actief. Van de allerkleinste jeugd, de E-categorie noemen wij dat, tot de C en de D'tjes. Dat zijn de iets oudere aspiranten. En vervolgens de B, dat zijn de junioren, de middelbare scholieren en de A-sporters. Dat zijn eigenlijk de senioren sporters met uiteindelijk nog, als je daaruit komt, de 30-plussers, de masters. Dan zijn we hier ocean events aan het doen. Dat zijn allemaal onderdelen op het water en rondom het water op het strand. Rescue Tube, dat is reddingszwemmen in wedstrijdverband. Het team bestaat uit 4 personen. Degene van het team die als eerste van start gaat, zwemt naar de reddingsboei. Daarna stikt er de hind in de log. Dat is het teken dat deze persoon zogenaamd de drenkeling is en hulp nodig heeft. En de tweede zwemmer gaat dan te water met een zwemband voor de drenkeling. En eenmaal aan de kant stonden 2 helpers klaar. Die trekken de drenkeling aan wal. Wie dit het snelste duidt is uiteraard de winnaar van de run. Wat deed jij met je armen? Er zijn ook kortere wedstrijden, zoals Beach Flags. Dat is een soort stoelendans, want er is steeds een stekje tekort. Stel je voor je start met 10 personen, dan zijn er maar 9 stokjes. En zo gaat dat door met heel veel tussenrondes, tussenfinales, halve finales. Naar uiteindelijk die finale, dat er uiteindelijk 2 mensen overblijven. En die gaan dan voor 1 stokje om te bepalen wie de Beach Flags gewonnen heeft. Het reddingsboord, een soort surfplank, is een onmisbaar onderdeel bij het reddingszwemmen. Dit is de start van de board race. Op het bord wordt een parcours op het water gevolgd. En nou biedt dit onderdeel gij het er natuurlijk om dat zo snel mogelijk te doen. We zijn vanochtend daarmee begonnen met de series. We hadden in totaal 4 series van een sporter of 12, 13. En daarvan gingen de eerste 4 sporters door naar de finale die vanmiddag zal plaatsvinden. En de finale zal dan uitwijzen wie uiteindelijk plaats 1, 2, 3 tot en met 16 zal krijgen. Het meest intensieve onderdeel is de Ocean Man. Een combinatie van maar liefst 4 onderdelen in 1 wedstrijd. Er werd in hoog tempo gezwommen, gepaddeld. En eenmaal weer aan wal nog een flink stuk gerend.
Ik zal niet meer kunnen skiën. De eerste komt eraan, hè. De eerste komt binnen. Wacht, dan hoort je het. De Ocean Man vindt ook in estafette voor een plaats. In een serieuze sport is het zeker, dus dat reddingszwemmen. Maar de troewe kiekers van Baywatch de serie zullen toch nog één ding missen. Maar wat ook alweer? Oh ja, de slow motion. Zo zus en maar, je hoeft niet per se in Florida te zitten om Baywatch te kunnen kijken. Het kan ook elk jaar op Hommelheide in Susteren.